Dit is Roy Bruggink. Hij werkte 13 jaar in de bouw als metselaar totdat hij knieproblemen kreeg. Roy moest geopereerd worden. Dit zet hem aan het denken over zijn werk als metselaar. Zou hij vroegtijdig uitvallen met een kapotte knie en arbeidsongeschikt worden? Was een andere carrière niet beter? Maar wat? Ik twijfelde aan mijn toekomst als metselaar omdat ik problemen kreeg met mijn knie. En het gesprek met de arts, ja, dat heeft me echt aan het denken gezet. Gewoon, Roy, kun jij zo wel gezond verder als metselaar? En ook mijn vriendin Mara die stelde voor van, Roy, zou je niet eens nadenken over je carrière in de bouw? Toen ben ik in 2011 gestart met een loopbaantraject. Daar heb ik een beroepskeuzetest gedaan. Ja, en 2 maanden later heb ik me ingeschreven voor een studie bij de KOB. Tijdens de crisis had Roy ontslag gekregen en hij moest dus op zoek naar een andere baan. Een jaar na de operatie kon Roy dankzij de opleiding aan de slag als werkvoorbereider bij een nieuwe werkgever. Ik moest het meest aan wennen, de overgang van stenen naar cijfers. Ik had altijd met mijn handen gewerkt en zo hebben we ook ons huis gekocht als bouwval. En dat heb ik met mijn eigen handen helemaal opgeknapt tot wat er nu is geworden. Ja, en ik hield ook echt van het metselen. Ja, ik dacht echt, ik ga als een jonge metselaar de bouw in en ik kom er ook als een oude metselaar weer uit. Als metselaar moest je natuurlijk vaak verdeling op profielen zetten. Je was echt handmatig bezig. Ja, dat is tijdens de studie natuurlijk heel anders. Je moet alles echt digitaal uitwerken. En op het moment dat je klaar bent, klap je je laptop dicht. Ja, niemand die kan zien wat je op dat moment hebt gedaan. Ja, dat is natuurlijk op de bouw in de praktijk wel anders. Je stapt 's avonds in het busje en je kijkt naar het project. Dan denk je, ja, dat hebben we met z'n allen toch maar weer mooi gemaakt vandaag. Ik vond het niet echt moeilijk om weer een opleiding te volgen. Veel medewerkers die denken van dat ze er helemaal alleen voor staan tijdens de studie. Nou, dat was bij mij absoluut niet zo. Ik had veel advies vanuit het loopbaantraject, ook begeleiding, en ook vanuit het thuisfront. Ja, en mijn werkgever Mastermate Brinkman die heeft me tijdens de studie ook alle vrijheid gegeven om mijn tentamens en examens te kunnen afronden. En daarom ben ik nu wel geworden degene die ik nu graag zou willen zijn. Volgens Roy is hij niet uniek en kan iedereen het. Na zoveel jaren praktijkervaring ga je zo door die theorie heen. De opleiding sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk. Een loopbaantraject kan je helpen een goede beroepskeuze te maken. Veel voorzieningen worden vergoed vanuit de CAO. Volandis kan je hier meer over vertellen. Roy heeft zijn carrière voort kunnen zetten als technisch adviseur deuren en kozijnen. Stel dat hij dat niet had gedaan, dan had dat de volgende financiële gevolgen gehad. Als metselaar verdien je minimaal €2.815. Als je 2 jaar ziek bent, krijg je 70% van het loon doorbetaald. Daarna kom je in de WW. Na 1 of 2 jaar kom je in de bijstand. Dit kan jou ook gebeuren. Als je op tijd actie onderneemt, blijf je inzetbaar en kan je rekenen op een beter inkomen. Werk bewust en kijk vooruit. Volandis helpt je op weg.